Niet-progressieve snuffelziekte is een onderschat probleem. Nagenoeg elk gevaarlijksbedrijf in Nederland is besmet met de bacterie. Toch zijn de verschijnselen niet op elk bedrijf zichtbaar. Deze ziekte wordt veroorzaakt door twee bacteriën. Bordetella, de belangrijkste bij niet-progressieve snuffelziekte. En de gifstof producerende pasteurellen, de belangrijkste bij de progressieve snuffelziekte. Als je goed naar deze biggen kijkt, zie je bij de meeste dieren van deze toom dat er in de ooghoekjes wat vuil aanwezig is. Dat kan dan wel een teken zijn van de niet-progressieve snuffelvorm. Dit ontstaat doordat de ogen wat natter zijn en daardoor wat meer vuil blijft hangen. Bovendien kan de traanbuis door de Bordetella-infectie ontstoken zijn en dicht zitten. Daardoor wordt de traanafvoer uit het oog gestoord en hebben ze dus nattere ogen. En daar blijft dan weer meer vuil in hangen. Bij deze dieren is het nog niet zo ernstig. Het beeld kan veel duidelijker zijn op sommige bedrijven. Maar dat is zeer wisselend. De niet-progressieve snuffelziekte wordt veroorzaakt door de Bordetella-bacterie. Deze bacterie tast het slijmvlies in de neus van pasgeboren biggen aan. Door de aantasting van het slijmvlies hebben luchtweginfecties gemakkelijker toegang tot de big. Hierdoor kunnen secundaire ziektes optreden als gevolg van infectie met streptokokken, mycoplasma en APP. Bijna elk bedrijf is in Nederland besmet met de bacterie, alleen op sommige bedrijven zorgt deze voor problemen. De laatste jaren verergeren de problemen. Het verlaagde antibioticumgebruik zal zeker een rol spelen in de opkomst van deze milde vorm van snuffelziekte. De tegenhanger van de niet-progressieve snuffelziekte is de progressieve snuffelziekte. Die wordt veroorzaakt door de Pastorella-bacterie. Deze bacterie geeft gifstoffen af die de neusschotten van de big aantasten met als gevolg scheefgegroeide neusschotten. Deze aandoening komt bijna niet meer voor in Nederland. Schade door de Bordetella-bacterie kost weerstand. En weerstand kost groei. De verschijnselen lijken wel wat op een chronische griepinfectie. De belangrijkste economische schade is dan ook groeiverlies bij de gespeende biggen. Biggen die last hebben van de Bordetella groeien gemiddeld al gauw 20 tot 30 gram minder per dag. Dit heeft ook weer een negatief effect op de prestaties in de vleesvarkenshouderij. Kenmerken van niet-progressieve snuffelziekte zijn een scherp niche en biggen met vieze oogjes en traanstrepen. Vaak treden de verschijnselen op enkele weken na de geboorte. In de kraamstal hoor je de biggen niezen en soms zijn ze een paar koppels met vieze oogjes. De bacterie tast het slijmvlies en de neusschelpen in de neus aan, waardoor het filter voor de biggen vermindert. Daardoor hebben infecties die zich via de lucht verspreiden gemakkelijker toegang tot de big. Secundaire ziektes als streptokokken, mycoplasma en APP kunnen een ziekte zijn als gevolg van de Bordetella-bacterie. Wat je hier ziet is een beetje een vies oog. De oorzaak ligt vaak in een verstopte traanbuis, waar de afvoer van het vocht gestoord is. Daardoor krijg je wat nattere ogen waar wat vuil aan blijft hangen. Het kan ook vaak een oorzaak liggen in de conjunctivitis en dat betekent eigenlijk oogvliesontsteking. Ook dat veroorzaakt een verhoogde traanvochtafscheiding, waardoor er wat vuilere ogen ontstaan. De traanbuis die zit vanuit het oog naar de neus toe. En die kan dus ontstoken zijn als gevolg van een Bordetella-infectie. De progressieve snuffelziekte kenmerkt zich vooral door de kromme neuzen en sterke daling van de technische cijfers. Zeker bij sectie kun je bij het doorzagen van de neuzen goed zien of er sprake is van progressieve of niet-progressieve snuffelziekte. Andere typische symptomen van progressieve snuffelziekte is bloed in de voerbak en verergerende problemen in de vleesvarkenshouderij. Dit is een schedel van de slachtrijp vleesvarken. Als je in de diepte van de neus kijkt, dan zie je daar van die opgerolde structuren liggen. Dat zijn de conchae, oftewel de neusschelpen. Als deze aangetast worden, dan zie je dat die opgerolde structuur verdwijnt en dat ze stomp worden. Of helemaal verdwijnen. En dat kan dus onder andere door de Bordetella-bacterie. Bij de progressieve vorm is het daarnaast zo dat het neustussenschot, wat uit kraakbeen bestaat en wat je hier dus niet meer kunt zien, krom gaat staan. Daarbij zie je tevens dat de neus zelf een bocht kan vertonen of dat die verkort. Als we bij sectie de neusschelpen willen beoordelen, gaat erom dat je op de juiste plaats de neus doorzaagt. En dat doen we tussen de eerste en de tweede valse kies, dus ongeveer op deze hoogte. Dan kun je namelijk het best beoordelen hoe de conchae, de neusschelpen, eruit zien. Andere diagnostische mogelijkheden zijn het nemen van neusswaps
en het verzamelen van speekselmonsters. Overdracht vindt veelal plaats via direct neuscontact of hoesten. In slijm is de bacterie makkelijk overdraagbaar. Ook bij hoge luchtvochtigheid kan de bacterie overleven. Overdracht via lucht van afdeling naar afdeling is dan ook mogelijk. Overdracht van stal naar stal is niet waarschijnlijk. In droog en rustig weer kan de bacterie zich moeilijker verspreiden. Typerend is dat vaak na een bedrijfsuitbreiding de problemen verergeren. Omdat bij een uitbreiding het aandeel jonge dieren groeit, neemt het risico toe. Jonge dieren hebben over het algemeen minder weerstand en een hogere infectiegraad en scheiden daardoor meer bacteriën uit. De ziekte kun je vooral met management tegengaan. Biest, strikt overlegbeleid en een goed klimaat zijn belangrijke voorwaarden om spreiding van de bacterie te voorkomen. Het overlegbeleid is van grote invloed op de ziekte. De bacterie is al vaak in de eerste levensweek aanwezig en verspreidt zich vanaf dat moment gemakkelijk. Hoe meer er wordt overgelegd, hoe meer risico er is op verspreiding. Ook bij spenen is het overleg belangrijk. Als je de mogelijkheid hebt om koppels bij elkaar te houden, dan is het raadzaam om dit zoveel mogelijk te doen. Een strikte leeftijdsscheiding is cruciaal bij de gespeende biggen. Een goede biesvoorziening is een van de belangrijkste voorwaarden voor het tegengaan van niet-progressieve snuffelziekten. Biggen krijgen immuniteit via de biest. De maternale immuniteit loopt rond de 6e, 7e levensweek af. De big heeft daarmee de meest cruciale periode achter zich gelaten en is daarna steeds minder gevoelig voor de Bordetella-bacterie. Zorg voor voldoende onderdruk in de afdeling, zodat er geen tocht ontstaat en de andere afdelingen niet worden besmet. Voorkom tocht en leklucht. Je moet met zo min mogelijk kubus proberen een goede ventilatie te krijgen. Ga zoveel mogelijk stof en ammoniak tegen in de stal. Jonge dieren die gevoelig zijn voor bacteriën zijn extra gebaat bij een fris klimaat. Vaste looplijnen van jong naar oud. Ook een goede reiniging en desinfectie na het leeghalen van de afdeling is belangrijk. De bacterie is redelijk gevoelig voor antibiotica. Bij acute problemen kan daarom gekozen worden voor een kuur. Antibiotica die goed werken zijn onder andere Trimsulf en tetracyclines. In Nederland is één vaccin geregistreerd voor de niet-progressieve vorm van snuffelziekte. De vaccinatie is bedoeld voor de zeug die de antistoffen via de biest doorgeeft aan haar biggen. Deze enting is redelijk recent op de Nederlandse markt verschenen en nog weinig varkenshouders hebben ervaring met de vaccinatie. Daarom doet, zoals bij elk vaccin, de varkenshouder er verstandig aan om een kosten- en baatanalyse te maken. De kosten voor deze enting bedragen rond de €1,80. De enting moet na de eerste keer wel geboosterd worden. De aanpak bij de niet-progressieve snuffelziekte is dus tweeledig. Verspreiding tegengaan en voor een goede biesvoorziening zorgen. Omdat de bacterie de weg vrij maakt voor andere ziektes, wordt deze zelf vaak over het hoofd gezien. De Bordetella uitroeien is onmogelijk. Uitdaging is om de schade te beperken.